De Amerikaanse producent Charles Band is momenteel bezig met een film genaamd Barbenheimer. Ja, dat laat Band zelf weten in een gesprek met Insider. De producent, een cultfiguur binnen de B-filmbranche, kondigde eind augustus al aan dat hij bezig was met een dergelijk project, maar onthult nu ook waarover deze zal gaan. Op social media ging de hype, voornamelijk vanwege de grootschalige promotie van de Margot Robbie film, compleet een eigen leven leiden. Dusdanig zelfs dat de première dag van beide films de geschiedenisboeken inging onder de naam Barbenheimer. Het droeg waarschijnlijk bij aan de enorme opbrengsten van de lichtelijke feministische film die meer dan $1 miljard wist op te halen aan de bioscoopkassa's. Ook Oppenheimer deed het met ruim $900 miljoen absoluut niet verkeerd. Hoewel de hype inmiddels is gaan liggen, wordt er op de achtergrond gewerkt aan een film die beide films combineert. Niemand minder dan cultfiguur Charles Band maakte afgelopen augustus bekend dat hij bezig is met een ontwikkeling van Barbenheimer. En nu, ruim 2 maanden later, onthult hij het verhaal. De film, die volgend jaar wordt geschoten, zal het verhaal vertellen van Dr. Bambi J. Barbenheimer, een wetenschapper uit Doltopia, die een atoombom ontwikkelt om de mensheid te vernietigen na een verschrikkelijke behandeling door kinderen die haar als speelgoed gebruiken. Ja, het klinkt inderdaad een beetje vreemd. Maar goed, Band is een invloedrijk figuur in de wereld van de B-films en de onafhankelijke cinema. Hij is het brein achter talloze cultklassiekers en genrefilms, vooral bekend om zijn werk in de horror- en science-fiction filmwereld. Band is de oprichter van Full Moon Features, een productiebedrijf dat bekend staat om zijn low budget, maar toch wel vaak vermakelijke films, zoals Puppet Master. Ook de aankomende film, die aanzienlijk korter is dan de 2 kaskrakers bij elkaar, past in dat straatje. Hij zegt ook, het is een bizarre kans om plezier te hebben met de bizarre combinatie van deze 2 films. De combinatie van Barbie's sfeer en de duisternis van Oppenheimer. Nou, als je dat combineert, dan heb je de kans op donkere humor. Ja, wanneer Barbenheimer verschijnt, dat is nog niet bekend. Ga jij hem kijken? Laat het weten in de comments hieronder.